Wild Inwonerlijk, proudly brought to you by Vortex, the force of optics. Dit is tijd voor Wild Inwonerlijk. Ons sluit ons gesprek af met Alex Olofse, waar hy ons meer oor die wild op die plaas en al jarenlange doelwit die bewaring van species vertel. Februarie se tydskrif is ook op pad en ons wys vir jou wat jy kan verwag. In gesprek met, aan jou gebring deur die skietwinkel. In ons vorige episode met Namibiese wildboer Alex Olofse. My dag hier begin gewoonlik in die oggende uit na die garage waar al die manne by mekaar kom en dan werk uitdeel. En dan is het natuurlijk die wild wat ook bykom. So wildwerk is ook een groot deel. Daar is altyd die dier wat iewers aandag nodig het. So elke dag is anders. As elke 5 minute een ander oproep en een ander probleem wat uitgesorteer moet word. So ons doen al ons eie wildwerk, met die massa dieren wat ons het, is al elke jaar een klomp dieren wat moet afgehaal word, so ons doen ons eie massa vangs. Ons het omtrent 9000 stuk wild, waarvan ons omtrent 4000 springbokke het. So daar is genoeg dieren om een eie vangspan te regverdig. En dan teel ons ook met rouwen, sables, ledgeways en swartnies rooibokke. Dus een beetje meer semi-intensief. Hulle is in een area van so 1500 hectare, wat ons meer op hulle voeding kan ag en hulle meer direct bestuur, as wat ons die groot troppe op die groot stuk bestuur. Heidiglik is die wildpryse en die wildmark maar een beetje af, maar dit is maar algemene trend, die wereldekonomie is maar ook een beetje af. En ek dink is maar net golf wat ons moet ry, dip wat ons moet deurgaan, en dit moet terug gaan na boerdery toe. Dis hoe hierdie plaas opgebouw is, as een wildboer. Dis nie met groot pryse, met spesifieke bokke nie. Dis met kwantiteit dieren en mens boer met hulle. En sit die ram en die ooi by mekaar en mens verkoop die kalfies en die lammers. En ek dink vir die manne wat daar by bly en die harde werk in sit, is daar een goeie toekomst in die wildbedrijf. Het is maar een feit dat die aantal mense groei, so daar is meer en meer toeriste en meer jagters. En die aanvraag na wild gaan daar bly. Vooral met die groei van die populatie en die verkleining van natuur en die groei van stede, gaan parke en privaat reservate meer in demand wees. So ek dink daar is een goeie toekomst in die wildbedrijf. Die plek is gebouw op my pa se jarenlange harde werk, maar my ma het net so baie lang jare hier so ingesit en lang dae en lang ure. Toe die filmspan hier was het 60 mense gewees vir 3 maande en dit was maar baie klein staf contingent gewees. So tussen my ma en pa het hulle alles gemanage, die mense uitgevat na hulle film locations toe. Hulle het in die aand as die mense gaan slaap brood gebak vir die volgende ochend. Vroeg die ochend wakker gewees om koffie en ontbijt reg te hee. So, daar was baie lang ure en lang dae wat hulle ingesit het. So my ma het een groot, groot deel van haar lewe hier so ingesit. En van my pa oorlede is het nou ons twee wat alles manage. En ek val baie terug na haar kennis en as het by groot besluite kom, dan daai jare van ervaring. Bespreek ons aan alles en dan neem ons die besluite wat ons die besigheid vorentoe vat. Ja, so ons hoofdoelwit is maar nog altyd conservation en een van die species wat ons nou ongelukkig nog nie hier het, die is buffels. So dis maar een van ons groot doelwitte om een of ander tyd buffels weer te kan hervestig hierso. Een van ons kloof op die plaas is een ou Barrero naam en die naam van die kloof is Okonjati en dit bedoel plek van die buffel. So dit sal nice wees as ons weer buffels in hierdie area kan hervestig. En ons kyk maar altyd uit om die plaas groter te maak en om meer land te omskep van beesplaas weer na wildland toe. So dis maar altyd ons doele om met meer terug te gee aan die natuur. En dit was ook my pa se motto gewees, give back more to nature than you take out. En gelukkig is ons in die posisie met die toeriste en die jagters waar ons dit kan doen om meer terug te sit en nuwe species weer te hervestig hier. You sound alright. Sound
ontwikkeling krijgt. Dank je. Oké. Okay. Ja, dank je. Dat je in een live begint met het terrein waar iets gebreken. Oké, maar met 9000 dieren, dan kan je zeker niet stoppen bij 3 kinders. Ja, nee. Dus tenminste voor elke 1000 dieren een kind krijgen. In die volgende Wild en Jag, met trots geborg deur Gysbits Remote Ring. We focus on the warthog in the February edition and bring you interesting facts about this animal varying from its diet to its distribution. Learn more about this wild hog, which the Khoikhoi called the ground rhinoceros, in the next edition. In Dion Furstenberg se maandelikse artikel skryf hy oor filobiogeografie. En as jy gewonder het wat dit is, maak seker om die artikel in die Februarie uitgawe van Wild en Jag tydskrif te lees. Hy skryf oor wildplaasbeplanning en die invloed van filobiogeografie op wildboerdery. In the January edition of Game and Hunt, we review the book Dangerous Game Rifles. Stand a chance to win a copy of the book by reading the review in the magazine and answer the question. You then SMS book your name and the answer to 34954, R1.50 per SMS. Onthou dat jy 'n kans kan staan om 'n besonderse prys te wen wanneer jy inteken op Wild en Jag tydskrif. Teken jy in of hernie jou Wild en Jag subskripsie, kan jy 'n kans staan om 'n wegbreek naweek vir 4 na Matano Privaat Wildreservaat ter waarde van R10,000 te wen. Stuur die woord inteken, gevolg deur jou naam en e-posadres na 34954 en ons sal met jou in verbinding tree. Die tweede prys is 'n Bushnell Legend E-series verkyker ter waarde van R6,000. Maak seker jou produk, diens of geleentheid word gesien in 2018 en adverteer op hierdie platform of in ons tydskrif. Stuur 'n e-pos na my, Verona@wildenjag.tv. Tot volgende keer, totsiens.